Ik ben Eddy Moors. Ik ben rector bij het IHE Delft. Het IHE Delft is een instituut die zich vooral bezighoudt met het verzorgen van onderwijs en onderzoek voor mensen van buiten Europa. Dus dat gaat over Latijns-Amerika, Azië en Afrika. En dat zijn vooral mensen die in het midden van hun carrière zitten, die naar het IHE toekomen met een eigen probleem en waarbij we hun helpen om stappen te zetten hoe je dat probleem beter zou kunnen aanpakken. Ik ben daarnaast één dag in de week hoogleraar bij de Vrije Universiteit in Amsterdam op het gebied van water en klimaat, waarbij ik vooral geïnteresseerd ben om te kijken naar hoe je omgaat met droge extremen. We staan hier op de Waterinfodag. We hebben net de centrale introducties gehad, waarbij ik ook heel leuk vond om zelf iets te mogen vertellen over wat er op globale schaal gebeurt. Als je kijkt naar wat er op het gebied van grote risico's zit, dan zijn zowel watercrisissen als extreme events, en dat gaat dan over weer, als cyber informatics, die staan toch wel in de top 5 van wat men inschat als grote risico's in deze tijd. Het is wel zo dat in de tropen hitte ook een echt element is. Vooral in steden zie je dat hitte een belangrijk element is. In de landbouw zie je het ook een beetje terug, omdat je bepaalde rassen en variëteiten toch de productie naar beneden gaat als de hitte echt omhoog gaat. Maar water is eigenlijk in 9 van de 10 gevallen staat dat als eerste op de agenda. En wat dan bestuurlijk ook nog eens een keer belangrijk is, is dat mensen vanuit zeg maar allerlei verschillende achtergronden anders tegen problemen aankijken of zelfs een ander probleem hebben. Ik denk dat als wij ons beseffen wat de waarde van onze groene infrastructuur is op wereldschaal, dat het echt zou kunnen dat we in staat zijn om een aantal veranderingen eigenlijk te gaan installeren in die landen die we nodig hebben als we naar een duurzame oplossing toe gaan. Dus ik denk dat daarvoor deze paradigmawijziging echt noodzakelijk is. Een paradigma shift is dat mensen zich realiseren dat er een grens zit en dat je moet gaan nadenken hoe je binnen die grenzen een goede oplossing kan vinden. En dat kan ook, volgens mij. Maar dat betekent wel dat je met z'n allen dat idee moet hebben en met z'n allen daar ook iets aan wilt doen. En dat is zeker niet makkelijk, maar het kan en de mogelijkheden zijn er. Dus met elkaar praten en van elkaar leren hoe je daarmee om moet gaan, super. Dus ik ben heel blij dat ik hier heb mogen zijn vandaag om zowel wat te mogen vertellen, maar ook met veel mensen te kunnen praten om daar verder over te discussiëren en na te denken.